als je thuisloos bent, heb je wel een dak boven je hoofd. Maar zijn de middelen zeer minimaal. Je hebt geen koelkast of geen wasmachine, of je eten en je drinken is aan banden. En als je dakloos bent, dan heb je helemaal niks, dan zwerf je over straat. Ik heb natuurlijk vanaf mijn jeugd heb ik veel gezworven. Hè? Ik ga niet uitleggen waarom, maar het is gewoon een feit. Dus of ik zat in de natuur tussen de vogeltjes of ik zat in de stad, hè, tussen de mannen. Ja, dan moet je mannetje op een gegeven moment ook staan. En, dus ik heb ook ik heb wel diep gezeten hoor in mijn leven. Ik ben er toch altijd weer uitgekropen. Ik had een erg onveilige thuissituatie. En ik ben op een gegeven moment weggelopen. Op mijn 13e ben ik voor het eerst weggelopen. Toen ben ik daarna eigenlijk verder op drift geraakt en soms ook weer naar huis gebracht. Dan weer een tijdje thuis gewoond, weer weggelopen, I wasn't really on the street, but I was like from different shelters. From one shelter, I have never spent, thank God, a night on the street. There was always a shelter or somebody that wants to take me in if I did. Their work in the house and stuff like that. I came to the Netherlands for the liefde. I met a Netherlands man in my home country and we fell in love and that's how I came up here. Echt gewoon huisje, boompje, beestje. Ik ben al wel op een leeftijd, dan ga je weer graag settelen. En dat zeg ik, ik zit er al 9,5 jaar positief hoor. Zorg goed voor me. Dan had je een droogje alles op de tijd, maar mensen willen het graag zelf doen, hè? Dat wil ik toch wel bereiken. Ik zou een rijker sociaal leven willen hebben, maar dat is moeilijk in deze maatschappij die zeer individualistisch is. Ik ben Faust, ik heb, zoals je ziet, we staan in een sportschool. Dat doe ik al zo'n 40 jaar. En bij het sportschool hierachter heb ik mijn tattoo shop ook zitten. En dat is wat ik doe. Ik sport elke dag. Ik doe kickbox elke dag. Ik maak tatoeages elke dag. En uiteindelijk ben ik in een sportschool les gaan geven. En heb ik zeg maar allemaal vrienden van mij van de straat afgehaald. En jongens die ik niet kon van de straat afgehaald. Om dus zeg maar te gaan sporten en vanuit daaruit een betere mindset te krijgen. En dat is met een heleboel geluk, met sommigen niet. En dat doe ik nou nog steeds. Dus als mensen geen plek hebben of geen geld hebben en ze komen op straat terecht of ze zitten niet goed in hun vel, probeer ik ze te helpen door middel van sport. Op straat kom je echt de meest fantastische mensen tegen. Vooral als je zelf ook van de straat bent. Misschien heeft het de invloed gehad dat ik ontzettend veel kan geven om mensen en dat ik in iedereen zie dat je heel erg waardevol bent. De meneer die om een euro vraagt bij de Jumbo, die zou morgen als er een nare situatie is heel goed degene kunnen zijn die mij redt. Degene met een hele dikke auto en een heel luxe leven kan ook die redder zijn. En ik kan dat voor jou zijn en jij kan dat voor mij zijn. Ieder mens is zoveel meer dan dat wat je op het eerste gezicht ziet. Ik ben in 2006 ben ik gekomen bij bij het leger zelfs, opvangcentrum. En vanuit daaruit ben ik dan naar de werkplaats gegaan. Toen naar de werkplaats. Workshop. En daar ben ik dus begonnen met schilderen, nadat er iemand is gekomen van Attes. Dus in het begin heb ik heel simpele dingen gedaan, zoals kraaien schilderen, wat niet op kraaien leken. Nou, zo ben ik langzamerhand erin gestapt en steeds wat nieuws
Ja. Ik heb geschilderd. Ik kan toneel spelen. Maar ik heb hier in de logeerkamer een 100-tal doeken staan. Waar ik op bezig ben geweest. 1 of 2 keer. Er gaat toch veel tijd in zitten. Als je, het moet heel netjes. Hè? Dus het gaat echt veel tijd in zitten. Het is echt superveel concentratiewerk. Je bent echt zo gefocust op het werk. Kijk, je moet deze maar zien. Die is ook strak. Er zit niks verkeerds in. Er steekt niks scheefs in. Nou, dit is gewoon, God die komt op aarde. Hij vreet eigenlijk geen flikker uit en alles gaat aan puin. Hij laat ons allemaal, iedereen die gaat de shit in. Ik heb hem een enkelband gegeven. Hij de bliksem slaat in op het kruis. Ik ben weer een beetje, hoe noem je dat? Recalcitrant zeggen dan niet. Een beetje, hoe noem je dat? Een beetje afzetten tegen. Weet je, ik respecteer wel dat andere mensen geloven. Ik heb er echt respect voor. In the world of visual arts, texture refers to the surface of your artwork. And I work with different textures. In this case, sand and stones and thread and, you know, sticks. I'm proud of there's an art piece that I have of a huge penis. I'm the most proud of it. Ik schilder vaak ook wel dingen, zeg maar, die ik nog nooit geschilderd heb. Dus dan probeer ik dat ook uit. Ik ga altijd vanuit dat ik het niet kan. Maar we gaan er net zo lang door dat het wel wat wordt. En ik vind dit mooi, dat de abstracte daar. En zonnebloemen vond ik, zijn toch wel mooi. Rond, ik denk een jaar of 20, een vriend van mij die had een tattoo shop. En toen was het eigenlijk de eerste keer dat ik wist wat tatoeëren was. Maar hij zat altijd tegen mij van, ja, dat moet je niet doen, dat is hartstikke moeilijk. Maar hij kon niet tekenen. En ik tekende altijd. Op een gegeven moment, een paar jaar later, iemand die zei tegen mij van, je moet gaan tekenen en je moet tatoeëren. En ik zei, ja, tatoeëren is hartstikke moeilijk. Hij zei, nee, maar jij kan tekenen, dat is geen probleem voor jou. En zelfs diegene die wou mijn tekeningen kopen, weer te verkopen. En uiteindelijk heb ik gewoon een tatoeëerplaat gekocht. Ik heb 3 strepen op mezelf gezet. Ik denk, hé, een lijntje, rondje, stipje. En het is gewoon simpel. Deze had ik gezet. Dat is mijn naam, Faust, in het Thijs. Dan kan ik de stem maar staan. Dan kan ik de knie erop gooien. Mensen kijken naar mijn tatoeage. Dat is de knie. Dat was omdat ik zeg maar van knieën en Muay Thai hield. Uiteindelijk, er zijn heel veel. Dit is zeg maar Dom Spiro Spero. Dat is zeg maar, zolang ik adem, is er hoop. Dat is toen mijn vader, zeg maar, kanker kreeg. En dat had ik voor hem gezet. De F en de A, dat is zeg maar Faust Artist. Dat is zeg maar mijn branding eigenlijk met mijn schilderen. Having these tattoos on my hand made me feel a bit of a rebel effect. I wanted to feel in control. And it was during a time where I felt, I was very fired up and stuff like that. And also it has an artist effect on me. So it was just a combination of different things. And it was also very painful in some crazy way. I liked the pain in that moment. And yeah, that's how it happened. We hebben ooit Lombardsteen gedaan, toen was nog de V&D. Dat was de allereerste keer. Hij is volgens mij 2 keer gedaan. En er is op weg naar Groningen een lange muur, die is 137 meter, maar dat hebben we dan ik heb ook in graffiti collectieven gezeten. En die hebben we toen ook gedaan, 137 meter, schoon een haak met 7 man. Letters van 2 meter lang. De kunst om in woorden een bepaald gevoel weer te geven. Ik vind dat zo weinig mogelijk woorden het mooiste zijn in woordkunst. Ik gebruik ook beelden bij mijn woordkunst. En dan zijn de woorden die ik gebruik belangrijker dan het beeld. Dus het beeld gebruik ik om mijn woorden te ondersteunen. I
I made a piece of art where I remember when I ran away from my partner, I ran with my kids. And there's an image of my kids sitting at the back of the car when we were driving away from the house. And I remember seeing their faces in the driving mirror behind the car. They were obviously confused. They don't know what's going on. And that image just never left my mind. The look of confusion on their face. They don't know what they're going on. They're not in charge of their destiny. I don't know what I'm doing. My oldest has kind of seen it. She doesn't say much. My youngest is more interested. She also has her, when I'm doing my stuff, she has her own canvas, and sometimes she feels she can advise me, oh, this color doesn't go with this, and yeah, she's got the bug. Toen mijn moeder overleden, is jong overleden, toen vertelde onze oma, de dominee, die kwam pas nadat onze moeder overleden was, dus niet de tijden dat ze ziek was. Dus mijn oma die was zo boos, die is nooit naar de kerk gegaan. Mijn vader is ook overleden, maar die was niet kerkelijk. Nee, dat was het tegendeel van kerkelijk. Ik heb kort gekend, maar achteraf, hij verromantiseert dat ook wel, maar ik heb echt veel aan die gast gehad. Hij heeft me als jong kind veel geleerd. Oh, en zo zit de wereld aan elkaar, we hebben maar aan. Dat is niet leuk. Zeg, dan gaan we dan doen, papa. Ja, toch. Ja, dat zijn gedaan. Dus, ik heb het gelukkig naast me neer kunnen leggen. Ik heb er veel pijn van gehad en dat is regelmatig teruggekomen, maar het is er niet meer. Een heel lieve moeder. Mijn zus is wat kritischer, die is meer van eerst zien dan geloven. Maar we zijn ook helemaal gek met elkaar. Ik heb een heel leuk neefje van jullie leeftijd. Nou, en die ziet nog altijd als een klein neefje, maar het is nou zo'n boom van een kerel. Dus ik kan eigenlijk niet mijn neefje zeggen, weet je wel. Maar, daar kan ik heel goed mee. Mijn ouders hebben ook hun leven vol pijn gehad voordat zij kinderen kregen en zij zijn daar een stuk onbewuster in gebleven, waardoor dingen zo gelopen zijn zoals ze gelopen zijn. Mijn kinderen die, ja weet je, zij kennen mij niet anders dan ik ben natuurlijk en zij geven mij ook altijd het gevoel dat ze gewoon heel trots zijn op wie ik ben. En ik hoop dat ik hun ook laat weten dat ik verschrikkelijk trots ben op wie zij zijn. Mijn verleden was gewoon niet goed. En uiteindelijk heb ik sindsdien probeer ik dat goed te maken. Het gaat in principe gaat goed, maar ik blijf bezig. Je hebt zeg maar slechte karma in mijn hoofd. Maar ja, als mensen die goed doen, gaat het uiteindelijk er goed mee. En iedereen maakt fouten. Als je spijt hebt van je fouten en je kan je fouten goed maken, dan vernieuw je voor mij in ieder geval sowieso een tweede kans. Streef je doel naar, wees lief voor elkaar, blijf jezelf. Ja, dan komt de rest ook vanzelf. Ik zat te denken aan kerstkaartjes, weet je wel, wat ik op moet zetten. Dat zoiets komt erop dus. Spreid je vleugels en leer te vallen, te falen, te vliegen. Voordat je succes kan hebben, voordat je kunt vliegen, moet je leren vallen en moet je leren falen. En aan de andere kant, of het nou moet of niet, of het nou beter is of niet, het gebeurt. En het is zo ontzettend jammer dat wij eigenlijk alleen maar willen laten zien dat we kunnen vliegen. Terwijl voordat we konden vliegen, hebben we een heel pad van falen en vallen gehad. En ook dat is onderdeel van je reis en daarmee dus ook heel waardevol. En ik hoop heel erg dat we met ons allen ook ons pad van falen en vallen kunnen herwaarderen, waardoor we ook wat zachter naar de wereld om ons heen kunnen kijken en naar onszelf.